met topnames vandaag zonder mijn vriend Stekel die op vakantie is, maar met Jeroen Verkroost. Jeroen, deze week deelde jij het nieuwsbericht Jeroen Verkroost naar Adoptic. Je bent hier eerder te gast geweest, meerdere malen. Laten we hier eventjes beginnen. Wat is Adoptic? Wat doen jullie? Adoptic is een Nederlandse start-up die eigenlijk probeert om te zorgen dat printadvertenties, dus in weekbladen, maandbladen en dagbladen, op een digitale manier verkocht kunnen worden. En ja, gek genoeg was dat er nog niet. En waarom is dat belangrijk? Nou ja, je ziet dat ik ben fan van internet en digitale dingen. Dat vind ik mooi, maar ik hou ook erg van massamedia. En het gekke is dat je ziet dat een heel stuk van wat er gebeurt op het internet gebaseerd is op journalistiek die vaak afkomstig is uit printredacties, magazines en dagbladen. En die geldstromen daar naartoe, die drogen langzaam maar zeker op. En dat vind ik een zorgwekkend iets. En ik denk dat het de oplossing die we vanuit Adoptic aanbieden, ervoor kan zorgen dat er ook geld naar die kant van het medialandschap toe blijft stromen. Maar is de oplossing of een van de oplossingen, is dat advertenties of is het eigenlijk juist meer het nog meer abonnees, nog meer gewoon die steady stromen, bijvoorbeeld bij de Volkskrant. Daar gaat dat volgens mij best aardig. Hè? Daar zou je ook kunnen zeggen, als je de oplage betaalde oplage, mensen die een abonnement hebben en je bent dan onafhankelijk van de advertenties bijvoorbeeld. Of zeg jij dat het zal altijd die combinatie van dingen blijven? Als je kijkt naar de afgelopen 15 jaar, 2000 ten opzichte van 2015, zeg maar even ongeveer, dan is de hoeveelheid inkomsten uit advertising in dagbladen is met 77% gedaald. Dus dat is nog best heel erg veel. En in het begin van die periode was het zo dat er meer inkomsten uit advertenties waren bij dagbladen dan dat er überhaupt uit lezers waren. En inmiddels is het zo dat advertenties ongeveer 1/3 van die totale markt uitmaken. Ja. Dus de rol van de advertenties neemt af in het totale model. Nou, dat wordt dan natuurlijk opgevangen door lezersinkomsten van abonnees. Maar er zijn ook minder abonnees. En wat dus gebeurt in de afgelopen jaren om te zorgen dat er toch nog steeds genoeg geld is om die organisaties te kunnen laten staan, is dat de prijs per abonnee langzaam maar zeker stelselmatig verhoogd is. Maar dat houdt natuurlijk ergens een keer op. Op een gegeven moment keert de wal het schip. En de meeste nieuwsbladen, maandbladen, dagbladen zullen zowel lezersinkomsten als advertentieinkomsten blijven hebben in de toekomst. Ja, goed, lezersinkomsten, dat kan een uitgever zelf prima managen. En advertenties worden heel vaak nog op een hele ouderwetse manier met de hand verkocht. Ja, dat kan beter. Even hierover, hè. Jij werkt hiervoor, althans de laatste keer dat je bij ons te gast was, bij de persgroep. Hè. Dus vandaar ook dat je deze informatie natuurlijk heel erg van dichtbij bij kent, de ontwikkelingen die je daar gezien hebt. Maar je zegt dat zal blijven bestaan, maar welke rol, waarom, of je zegt de manier waarop dat nu gaat is nog ouderwets, maar wat doen jullie anders dan wat er nu gebeurt en waarom is dat belangrijk? Ja, wat je gezien hebt op het internet is dat eigenlijk vroeger kochten mensen een plek. Ik wil op de voorpagina staan van de Telegraaf of van MSN.nl of van Hives. En later is dat veranderd. Is er programmatic advertising gekomen, veel meer geautomatiseerde systemen. En eigenlijk een permanente veiling eigenlijk van plekken. Ja, dat kan met een veiling, maar dat hoeft niet met een veiling te zijn. Dat is maar één van de verkoopmodellen, ja. Maar er wordt veel meer geautomatiseerd ingekocht. En op basis van die automatisering krijg je ook een ander model om in te kopen. Dus waar vroeger een plek verkocht werd, worden langzaam maar zeker steeds meer bepaalde leden van het publiek, bepaalde doelgroepen opgezocht. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit waar dat diegene zich dan precies bevindt. Nou, dat is dus een andere manier van denken. Uitgevers denken heel erg in termen van het schema, de oplagen, het formaat en de posities die ze hebben. Maar een adverteerder is eigenlijk vooral geïnteresseerd in het bereiken van zijn doelgroep. En dat op een bepaalde plek kan, dat is leuk, maar dat is niet het doel op zich. Het doel is communicatie met een bepaalde groep mensen die ze willen bereiken. En toen adverteerders online begonnen in te kopen op audience, op publiek, veranderde daarmee ook op een bepaalde manier de manier waarop het geld zich ging bewegen over het internet. En kleinere sites of sites die meer specifieke doelgroepen hadden, gingen plotseling meer verdienen. En er ging wat minder geld naar de vaste plekken die mensen kochten, omdat dat nou eenmaal de plekken was waar ze altijd gingen staan. Dat is in kranten totaal nog niet gebeurd, in weken, maandbladen ook niet. Daar wordt nog altijd heel erg de achterkant van het AD of van de Telegraaf verkocht of de eerste spread van de Volk. Dat zijn de mooie plekken die iedereen kent. Maar er zijn veel meer mooie plaatsen. Maar leg dat eens uit dan, want kijk, online snap ik het, hè? Want als de site weet
wie ik ben, kunnen ze mij bijvoorbeeld een andere advertentie laten zien dan iemand anders. Hè? Dan kun je op de doelgroep inspelen of mijn gedrag of et cetera. En dat heb je met papier eigenlijk allemaal niet, althans. Dat denk ik. Klopt. Maar wat kun je dan, laat ik zeggen dat je het kan faciliteren, hè, met een online platform, die snap ik. Maar welke mogelijkheden worden nu nog niet benut van papier, van kranten, van tijdschriften die je wel zou kunnen benutten? Je creëert een open marktplaats waarbij iemand die advertenties wil inkopen eigenlijk kan aangeven van goh, ik ben geïnteresseerd om een doelgroep te bereiken van mannen met een lage tot gemiddelde opleiding in een technisch beroep. En op die manier kunnen ze vervolgens ingeven in de computer welke plekken zijn er beschikbaar waar ik die mensen kan bereiken voor met een behoorlijke slagingspercentage voor niet al te veel geld. En dan blijkt misschien dat Zeevis Magazine voor jou een hele fijne plek is om te adverteren. Nou, als mediaplanner heb je misschien niet meteen Zeevis Magazine in jouw evoked set van plekken waar je vaak dingen boekt. Dit is een bestaand voorbeeld. Ik ken het magazine ook niet, maar Zeevis Magazine is een blad. Ik heb geen idee. Oké. Okay. ik denk, als het niet is, dan is er een gat in de markt. Ja. Maar dus als je op zoek gaat naar publiek en op die manier zeg maar op een open marktplaats gewoon kan vergelijken waar kan ik die mensen het beste vinden. En dan krijg je eigenlijk een andere manier van inkopen. En nu is het heel vaak het sombrero model in print. Dus je hebt een hele grote bak met beschikbare ruimte. En heel veel van die bak is eigenlijk niet zo heel veel vraag en niet zo veel prijsdruk. En op een paar plekken, en dat is het topje van die sombrero, daar wil iedereen staan. Dus die achterpagina op Koninginnedag, Moederdag, weet je, dat zijn plekken, die kan je wel 10 keer verkopen als uitgever. Maar heel veel andere mooie plaatsen in je titels, bijvoorbeeld Sir Edmund, mooie bijlage van de Volkskrant, is moeilijker te verkopen dan de achterpagina van de Volkskrant. En Sir Edmund heeft misschien wel een heel specifiek leesprofiel, dat is niet alle Volkskrantlezers, maar een bepaald subsegment van de Volkskrantlezers. Als je dat soort data allemaal ontsluit, dan kan je vervolgens voor degene die de advertenties gaat inkopen, meer gericht en dus meer gespreid over het hele aanbod uiteindelijk de advertentiedruk naar de uitgever toe brengen. En als we nu eventjes bijvoorbeeld naar een Volkskrant of een vergelijkbare grote titel brengen, hoe zie jij het voor je? Blijven zij die achterkant van die populaire plekken zelf verkopen en jullie zorgen voor de rest? Hoe gaat dat? Het is niet dat wij een verkooporganisatie zijn. Het enige wat wij doen is eigenlijk ervoor zorgen dat er aan de kant van de uitgever en aan de kant van de inkoper een interface is. Zeg maar een softwareplatform. Ja. Die uitgever bepaalt wat hij op de markt brengt en of hij dat wil verkopen in een veiling of in een gesloten ruimte aan een paar aanbieders of aan heel de wereld. En de inkoper die kan vervolgens alles zien wat er beschikbaar is. Wij leggen die connectie, maar wij gaan niet bepalen dat die uitgever alles in een veiling moet gooien of wat de prijs moet zijn voor... Hoe zie jij dat zelf voor je? Zie je zoals, is dit een eerste... Ik zou me namelijk kunnen voorstellen wat je tot nu toe hebt zien gebeuren natuurlijk bij marktplaatsen is... Niet dat de prijs omhoog gaat, maar ook wel dat hij niveleert juist, toch? Dat je transparantie krijgt, dat hij... Dat is niet helemaal waar. Nee? Nee, ja, er is vaak geroepen specifiek bij veilingmodellen. RTB, real-time bidding, daarvan werd gezegd dat ze race to the bottom, want het wordt allemaal veel minder waard. Ja? Nou, dat is in een bepaalde fase, in het begin van de markt, is dat wel zo geweest. Ook omdat mensen er nogal mee moesten leren om ermee om te gaan. Maar ik ben onder andere nog steeds bij het IAB betrokken. We bekijken elk jaar wat er gebeurt met advertentiebestedingen. 2 keer per jaar. Ja. En die prijzen zijn de afgelopen jaren, de ECPM, dus de gemiddelde opbrengst, is alleen maar omhoog gegaan de afgelopen 3 jaar. Dus het is niet zo dat geautomatiseerde systemen of open marktplaatsen leiden tot prijsdruk of prijserosie. Dat is absoluut geen gegeven. En je ziet of het nou energie is die verhandeld wordt via open marktplaatsen of dat het media is. Dat is uiteindelijk gewoon waar de markt naartoe beweegt. Transparantie is ook een goed ding daarin. En daar gaat de vergelijking met internet ook heel erg op. Op internet is er een soort keten ontstaan van heel veel technische partijen en heel veel middlemen in het advertentiespel. Dus een adverteerder die €5 uitgeeft, daarvan kan het gebeuren dat van die €5 die daar uitgegeven wordt aan de bron, dat uiteindelijk bij een uitgever maar €1 uiteindelijk landt van dat geld en de rest gaat op naar allerlei tussenschakels in die keten. Nou ja, goed, wij willen in elk geval ervoor zorgen dat er een model is waarbij er de ene kant en de andere kant direct met elkaar in verbinding staan. Zodat, stel dat je 10% rekent, dan komt van de €5 €4,50 binnen bij de uitgever. En dat is een wat gezonder model. Dan zou je het uiteindelijk ook langer in stand. Geef eens aan, hoe groot zijn jullie nu? Vertel daar eens eventjes iets over.
Ja, Adoptic is aan de ene kant gewoon echt net begonnen, commercieel. We hebben heel veel uitgevers aangesloten in eerste instantie. In Nederland zijn er ook grote uitgevers bij. Daar zijn echt duizenden titels. En er zit ook, noem je ze bewust niet? Of, Nou ja, nee, maar uiteindelijk is het zo dat we een heel groot deel van de Nederlandse markt hebben. Maar we hebben niet de persgroep en niet de TMG op dit moment in Nederland. Dus dat is, het is leuk dat je dan Sanoma wel hebt of NDC of nou ja, noem ze maar. Ja. En dat zijn ook prachtige titels. Maar dat betekent dat je nog niet klaar bent aan de aanbodkant. En een marktplaats moet je altijd, ja, het soort sluiswachterspel. Ja, kip en ei. Vraag en aanbod moet je altijd op een bepaalde manier tegelijkertijd weten te stimuleren. Maar vooral de manier waarop vandaag nog veel print ingekocht wordt, op positie, maakt het heel lastig om nu aan de inkoopkant mensen te overtuigen dat ze volledig over kunnen stappen op Adoptic. En dan zeggen ze, ja, maar ik kan net die achterpagina Telegraaf, die kan ik dan niet kopen. Dus dat is ook een kwestie van geduld. Zie jij dit wel? Dit is echt wel een winner-takes-all markt wat jou betreft. Je moet echt alles ook kunnen aanbieden. Maar het hangt er vanaf hoe je inkoopt. Ik denk dat sowieso het inkoopmodel in de komende 5 jaar gaat veranderen van posities inkopen naar audience buying. Maar ik wil absoluut niet de indruk wekken dat wij het eigenwijze bedrijf zijn. Wat erop zien, jullie doen alles verkeerd. Gebruik ons systeem en ga het helemaal anders doen. Weet je wel, wat er vandaag gebeurt, dat moeten we faciliteren, makkelijker maken, goedkoper maken en beter maken. En dan kunnen we vervolgens zeggen van oké, hier hebben we vervolgens nieuwe manieren en nieuwe opties die je daar bovenop kunt gaan gebruiken. Je hebt nog niet zo lang geleden voor de persgroep gewerkt. Dat is het mooie daarvan, lijkt mij, hè, dat je bij een van de marktleiders van Nederland kan werken. Wat heeft jou doen besluiten om ja te zeggen tegen een start-up nu? Nu moet je eigenlijk weer aan de andere kant. Je komt weer bij de persgroep, maar je moet achteraan aansluiten. Zeg maar. Ja, dat is wel grappig. En tussendoor heb ik onder andere een interim opdracht gedaan voor het IAB. En de hoofdsponsor van het IAB in dat jaar was de persgroep. Ja. Dus ja, op de een of andere manier kom ik nog vrij regelmatig binnen. Nou is het een prachtig bedrijf en ik ben in goede verstandhouding weggegaan. Dus dat is nooit vervelend. Maar er zit een gedachte achter. Ik ben ooit een jaar of 5 geleden bij de persgroep gaan werken. Omdat ik dacht, ik heb verstand van digitale dingen. Misschien kan ik daarbij helpen om te zorgen dat deze mooie merken de draai naar digitale maken. En kan ik daar een rol in spelen met mijn kennis. Nou, dat kan je midlife moment noemen. Maar ja, ik heb graag dat mijn kinderen ook nog opgroeien in een wereld waar journalistiek is. En ja, media, dat is toch een beetje mijn vak. En ik zal daar altijd op zoek blijven naar manieren waarbij ik mijn vak en mijn nieuwsgierigheid kan combineren met iets waarvan ik zelf vind dat het de moeite waard is om te doen. En je geloof in papier, en blijvend papier is dus ook groot. Ja, dat ik erin geloof is niet zo relevant, maar als je kijkt naar... Nou ja, ben je erin gestapt omdat je erin gelooft, toch? Nee, ik geloof vooral in journalistiek en niet zozeer specifiek in papier. Ik denk dat ik ben zelf al een krantenlezer. Voor mij is papier verschijningsvorm is heel prettig. Maar ik ken zat mensen die nooit papier vasthouden en die ook heel blij zijn met wat uiteindelijk merken of mediamerken of nieuwsmerken brengen. Of die het lekker vinden om even te ontspannen met een glossy, maar dat gewoon op een iPad doen. Dat is ook allemaal prima. Ik denk wel dat er buitenproportioneel veel in het printdomein, buitenproportioneel veel journalistiek en journalistieke waarde gecreëerd wordt. Die heel vaak zijn weg vindt in verkorte of vereenvoudigde vorm naar het internet. Maar die informatie is wel heel waardevol en ook belangrijk. Zeker in een wereld waarin je steeds harder hoort roepen over fake news. En waarbij mensen het moeilijker vinden om zich goed te oriënteren. Maar ik vraag natuurlijk ook omdat jullie nu zeggen van... Hè, wat wij doen is eigenlijk de marktplaats die ervoor zorgen dat je... Dat die advertenties in print komen. Is dat wat jou betreft, is dat wat jullie zijn? Die marktplaats kan natuurlijk alles zijn, toch? Uiteindelijk. Hoe kijk je naar langere termijn van print? Ja, naar de lange termijn van print zal uiteindelijk zijn dat print... Ik denk dat print gaat verdwijnen. Als je kijkt naar Gartner, die zegt, god, over een jaar of 3... is print wereldwijd nog altijd 15% van alle media uitgaven. Dus dat is een significante hoeveelheid geld, moet je vertellen. Ja. En je ziet eigenlijk dat in alle vormen van mediatypen deze automatisering en programmatic manieren van inkopen langzaam maar zeker beschikbaar komen. Aan de online kant is het natuurlijk schering en inslag. Er zijn honderden bedrijven die dat doen. Kijk je naar video, dan heb je bedrijven zoals SpotX, waar RTL in investeert, die daarmee aan de gang zijn. Op radio heb je de Media Exchange, een Nederlands bedrijf die radio op die manier inkoopbaar maakt. Je hebt voor outdoor heb je ook van dit soort merken, maar dat gaat dan wel over het digitale deel van outdoor, dus de digitale schermen. Maar voor print was het er eigenlijk niet. En ik kan me voorstellen als marketingmanager die een bepaalde communicatiedoelstelling heeft, dat je eigenlijk
niet zoals nu in een soort André van Duin model terechtkomt. Wat je soms meemaakt als je een campagne wil inkopen, is dat je binnenkomt bij een mediabureau. Waarbij je kunt kiezen, gaan we door deur 1, deur 2 of deur 3. Bij deur 1 zitten de RTV-planners, bij deur 2 zitten de jongens van het internet en bij 3 zitten de gedrukte media. En je kan een van die deuren kiezen, maar alles wat er achter die deur gebeurt, dat horen alleen de mensen die daar werken en die andere groepen niet. Ja. En als jij je campagne over het geheel wil doen, dan moet je eigenlijk 3 keer dat uitleggen. En het is moeilijk om het op elkaar af te stemmen. Ik denk dat uiteindelijk centraal meer gestuurd en meer op elkaar afgestemd ingekocht zal gaan worden. En daarvoor is het nodig dat je elk mediumtype kunt gebruiken. Ja. Bert de Boer vraagt, willen uitgevers wel alle detail doelgroepdata delen? En hoe betrouwbaar is dat dan? Nou ja, om te beginnen heb je daar betrouwbare instituten voor. Hooi en Nomdata is beschikbaar in de markt. Ten tweede is het zo dat er ook heel veel feitelijke data is. Bijvoorbeeld met ons systeem zou Mediamarkt kunnen inkopen in die huis-aan-huisbladen en regiobladen die gelezen worden door mensen die minder dan 15 minuten van de Mediamarkt afwonen. En niet in andere. Kijk, dat is allemaal feitelijke informatie. En daarnaast geven uitgevers altijd zelf aan welke doelgroepen je kunt bereiken in welke titels. Ja. Daar kunnen ze best over liegen, maar adverteerders die op basis van iets wat niet klopt inkopen, die merken vanzelf dat het effect van die advertenties er niet is. Dus ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Uitgevers hebben vaak goede rijke data over hun eigen titels, hebben lezeronderzoeken gedaan. Maar dat soort informatie moet je ook continu up-to-date houden bij alle verschillende inkopers. Individuele adverteerders, mediabureaus. Heb je een centraal platform, dan kan je het daar neerzetten. Dan heeft iedereen altijd meteen de laatste informatie. Dat is wel een voordeel. Ja. Hey, als je... toen ik het las, dacht ik ook, ik moet hem sowieso eens vragen. Wat heb jij met advertenties? Waarom is dat voor jou een ding waarvan je dacht, ja, weet je wat, bedoel ik ook. Daar ben ik al veel mee bezig, maar wat heb je met advertenties? Dat is eigenlijk een heel eenvoudige vraag. Ja, ik ben gewoon ooit opgeleid als copywriter. Ik vind creativiteit in communicatie vind ik een hartstikke mooie combinatie. Het is jammer dat er niet meer van advertenties heel creatief zijn. Maar ik vind dat een mooie wereld. En dat is iets, uiteindelijk, als je er naar kijkt, is het ook een onderdeel van een businessmodel. Het is heel makkelijk om alleen maar mooie dingen te willen maken. Maar de kunst is om zo mooi mogelijke dingen te maken. En ervoor te zorgen dat je dat over een jaar of over 5 jaar nog steeds kan doen. Ja, snap ik. Maar waarom kunnen we dan met z'n allen die advertenties dan niet relevanter maken? Of als je het online kijkt, waarvoor moet ik naar dingen kijken die ik al gekocht heb? En al die dingen hebben we het wel vaker over gehad. Maar weet je, hoe lang zijn we nou, dat is dan even het online stuk, hoe lang zijn we hier nou mee bezig? En hoe gek worden we eigenlijk niet met z'n allen dagelijks nog van die advertenties? Terwijl ze ook gewoon op mijn maat zouden kunnen zijn gemaakt of geschreven. Ja, grappig is, er zit iets heel duaals in. Hè? Uit recent onderzoek van het IAB onder marketeers blijkt dat marketeers eigenlijk aan de ene kant heel graag gewoon persoonlijke service willen bieden en gewoon het liefst tegen jou willen zeggen van, hey Erwin, we hebben nieuwe Champion polo's en ze zijn niet zo duur. We hebben ze in zwart, zwart en zwart, ben je geïnteresseerd? En dan denk jij, daar komen we een beetje dichtbij of je kunt er blij mee zijn, maar dat ligt heel dicht bij elkaar. Aan het eind gaan ze toch weer met hagel schieten of niet? Het punt is dat tegelijkertijd is een enorme hoeveelheid mensen die zeggen online van, ik wil liever niet dat een bedrijf heel veel van me weet, dus ze moeten niet dichtbij komen en ik delete mijn cookies. En die bedrijven die willen absoluut niet verder gaan dan dat een consument wil. Maar dat is een enorm moeilijke spagaat waar ze in zitten. Aan de ene kant zoveel mogelijk weten of willen weten om die klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen met wat hij nodig heeft. En aan de andere kant, die behoefte van privacy van die consument, dat is een soort spagaat waar voor marketeers heel moeilijk mee om te gaan is. Dus dat is echt een dilemma en ook een echt dilemma van dit moment. De vraag waarom krijg ik dingen te zien die ik al gekocht heb, dat is soms ook gewoon bewust. Ik sprak iemand die bij de Weekamp gewerkt heeft jarenlang en die daar net weg was. En ik zei, vertel me nou eens een keer echt hoe het zit. Ja. Hij zei, wij targeten daadwerkelijk mensen die wasmachine gekocht hebben, nadat ze hem gekocht hebben, bij ons, met specifiek banners van die wasmachine. Niet de koelkast, niet het duurdere model, maar specifieke dingen wat ze gekocht hebben, die banners die blijven ze zien. Ik zeg, waarom dan? Dat is toch zonde? Hij zei, nee, daar wordt op geklikt. Maar je definitie van succes toch niet een klik? Ja, nee, dat is het wel. Het vult dus een psychologische behoefte in. Mensen willen kijken, is hij niet goedkoper geworden? Want als het binnen 2 weken goedkoper wordt, dan mag ik nog mijn geld terugvragen. Mensen willen weten, ik heb hem nu binnen staan, lijkt hij nou eigenlijk op hoe die beloofd is? En willen dat gewoon checken voor het goede gevoel.
Er zijn allerlei verschillende gedragsredenen voor mensen om daarop te klikken. Maar in feite is welke reden er ook is, mensen doen dat. En als het een effectieve manier is om iemand terug je winkel in te krijgen, helemaal als hij een goede ervaring heeft met je winkel, is de kans dat er een ander vervolgens nog een keer doorklikt en een ander product gekocht wordt, is best aanwezig. Dus het is niet per definitie dommigheid. Alleen heel veel consumenten ergeren zich eraan. Dus je moet je afvragen of je dat moet willen en hoe je daarmee omgaat. Ja. Als je kijkt, de kracht van digitaal is dat je op maat kan bedienen. Ja. Het voorbeeld wat jij net gaf, hè, van stel er is een mediamarkt en die wil mensen bedienen die op 15 minuten van hier wonen. Zit daar nou nog ontwikkeling in? Kan print nog meer op maat? Is dat technisch haalbaar? Dat je zou kunnen zeggen van, pak Amsterdam-Oost, dan heb je de krant alleen dit. Weet je? Ik heb zelf het gevoel dat daar nog zoveel, ook als verkoper, zeg maar, als je nog meer lokaal of interessegebieden, et cetera, live met lokaal beginnen, dat is het eenvoudigste, denk ik. Maar zit er een ontwikkeling in de printmarkt, zodat jullie beter op maat kunnen bedienen? Ja, die zijn er zeker. Maar dat heeft ook te maken met hoe print vandaag nog verkocht wordt en morgen verkocht kan gaan worden. Aan de inkoopkant zal je meer audience buying zien, maar aan de verkoopkant zul je ook zien dat er steeds minder mensen in een auto, in een Audi A4, ergens een kop koffie gaan drinken bij een potentiële adverteerder. En dat je dat ook meer gaat automatiseren. Dus dat je eigenlijk meer op een marketingachtige manier, met een soort flow, mensen gaat aanbieden wat specifiek voor hun op maat interessant is. Dus als je mensen moet bezoeken met de auto, dan doe je misschien 10 afspraken in een week. Op het moment dat je vanuit je systeem een heel mooi pakket kan samenstellen voor een specifieke doelgroep die relevant is voor een bepaalde adverteerder. En je kan hem gewoon digitaal eigenlijk een voorstel sturen en zeggen, dit is een fantastisch pakket. Binnenkort is het weer moederdag. De afgelopen 2 jaar heb je bij ons een hele pagina op de achterkant van de krant ingekocht. Nou, hebben we voor jullie een fantastisch pakket samengesteld met 4 andere posities. Niet die achterpagina, maar 2 dingen digitaal. 2 andere plekken in titels die je niet zou verwachten. Maar in totaal ga je daar uiteindelijk meer mensen bereiken en vanuit jullie doelgroep nog een veel hoger percentage. Investering is ongeveer gelijk. Is het interessant voor jullie? Klik dan op ja. Weet je, dat soort manieren van verkopen, dat schaalt veel beter dan iemand in een auto de weg opsturen. Ja. Dat is iets milieuvriendelijker. En leidt tot een andere manier van interactie, tot meer doordachte aanbod naar je eigen klanten toe. Nou, dat kan je vanuit zo'n geautomatiseerd systeem gaan doen. Wie of wat is jullie concurrent? Er zijn eigenlijk maar een bedrijf of 3 in de wereld die we tot nu toe gevonden hebben die ongeveer vergelijkbare dingen doen. En dat is ergens natuurlijk niet zo gek. De meeste softwarejongens en meisjes zijn op het internet geld afgedoken. En de rest die dachten, we gaan naar televisie, want daar wordt ook heel veel geld verdiend. En dat is relatief gezien natuurlijk ook meer. Maar er zijn eigenlijk wereldwijd heel weinig bedrijven die hiermee bezig zijn. En dat maakt het heel erg interessant. Tegelijkertijd, wij zijn gewoon een start-up in Nederland. Wij komen ook niet zo heel vaak in het nieuws. En het kan best wel zijn dat er in een paar andere landen in de wereld vergelijkbare bedrijven zijn die ook niet zo veel exposure gehad hebben. Maar wat is jullie? Heel weinig. Ja, je zijn een Nederlandse start-up. En je begint natuurlijk, natuurlijk ga ik eventjes vanuit. Je begint de markt die het meest van dichtbij kent. Maar wat zijn jullie ambities? Is het een uitrolbaar model wereldwijd? Ja, we hebben al contracten gesloten in Duitsland. We zijn in Oostenrijk zijn we met de FUS, de Vereniging Verein Oostenrijk. Strategische Zeitungen zijn we druk bezig. We zijn in Amerika zijn we actief. Daar hebben we ook mensen in de markt die op dit moment bijvoorbeeld een Verizon-campagne bij een Amerikaanse krant aan het inboeken zijn via ons systeem. Dus Nederland is tof omdat we het een mooi land vinden en omdat we de markt goed kennen en we ook uit deze markt komen. Maar tegelijkertijd kijken we direct buiten de grenzen. Ook omdat Nederland natuurlijk een klein land is en een complex land met 2 partijen die heel dominant zijn. En andere markten met een grotere hoeveelheid lezers en kijkers eigenlijk ook gewoon interessanter zijn. Techniek is natuurlijk schaalbaar, maar wat wij hier heel vaak mee maken, bedrijven uit Nederland, wat ze dan toch wat je snel tegenkomt als je internationaal wil, is cultuur is een complicerende factor. Hè? Duitsland is anders dan Frankrijk, is anders dan Nederland, is anders dan Amerika. Ja. In hoeverre geldt dat voor jullie markt ook? Ja, dat is zeker waar. En het grappige is, wij leren ook heel veel van die markten. We hebben net bij ons op kantoor hebben mensen 75 titels van de Duitse uitgever Hubert Burda in ons systeem ingevoerd. Dan krijg je plotseling een inkijkje in de Duitse geest, wat je weer allerlei nieuwe dingen oplevert, nieuwe inzichten oplevert. Maar het is uiteindelijk een model met vraag en aanbod en een open marktplaats.
Wat in de meeste landen, los van cultuur, wel begrepen wordt. In het ene land zullen ze zeggen, nou, wij gaan helemaal geen veilingen doen, want dat vinden we niet gepast of niet kies. Ja. De andere land gaan ze er vol voor. Nederlanders houden doorgaans wel van veilen. Maar we bieden verschillende modellen aan. Je kan ook zeggen, ik bied hier op een plekje alleen maar iets voor jou aan, of alleen maar voor 3 kopers die daarbij kunnen voor een speciaal tarief, omdat zij mijn beste klanten zijn. Ofwel je zegt, ik gooi het open voor iedereen op het internet die bij wijze van spreken een homepage takeover koopt. Die kan er meteen een achterpagina bijkopen van het nieuwsblad van of een dagblad van het Noorden. Ja. Jouw, waarom het wat mij betreft natuurlijk heel erg logisch is dat jij daar zit, is behalve wat je eerder zei, dat je in de IAB zit, in die wereld, en tegelijkertijd je bijvoorbeeld de persgroep heel erg kende, oftewel de wereld van de print van die uit. Wat leer jij van je collega's van waar je nu werkt? Ja, ik heb in best veel grote bedrijven gewerkt hiervoor. Niet alleen met de persgroep. Maar KPN ook toch? Bij Microsoft heb ik gewerkt. Ik heb anderhalf jaar lang een joint venture voor KPN gedaan. Ja. Ik heb daarvoor voor SBS gewerkt, ook niet echt klein als. Dus dat is fantastisch. De telco's in het verre verleden. Ik heb ooit met Maurice, die hier pas nog was, samengewerkt in New Economy, wat ook een bedrijf was wat naar de beurs ging in Nederland. Ja. En dit is weer een ander soort omgeving. En het knappe hier van deze club is eigenlijk een klein clubje mensen, 25, 30 man, die allemaal zelf ook investeerder zijn in het bedrijf. Er zit superveel ervaring in het bedrijf. Er zijn mensen over het algemeen die meer dan 10, 15 jaar werkervaring hebben. Het is heel grappig, want we zitten in Amsterdam eigenlijk tussen allerlei groepjes start-up kinderen die allemaal aan de lattes van 6 euro zitten. Ja. en jullie komen met je eigen thermoskannetje. Eigen thermoskannetje en, Nou, er zijn ook wel mensen bij ons die inderdaad het broodzakje meenemen. Ja, en zo. Ja, we hebben wat andere, we zijn misschien niet zo'n typisch start-up bedrijf. Maar er zit ontzettend veel vakkennis in het bedrijf en heel veel passie en beleving. En we hebben mensen vanuit de uitgeverskant, TMG, vanuit ex-Wegener, vanuit expertsgroep. Maar ook ex-adverteerders, zoals media manager van L'Oréal. Dus weet je, er zit echt heel veel mediakennis in het bedrijf. En dat is gewoon super gaaf, want dat betekent dat je snel kan schakelen. Ja. Maar dus, mijn vraag is, wat leer je van die mensen die daar... jouw deskundigheid die is helder. Je komt weer bij grote clubs gewerkt hebben bij een relatief kleine club. Ja. Het mooie ervan is wat je zelf zegt. Als ze zelf allemaal of bijna allemaal aandeelhouder zijn in het verhaal. Dus iedereen heeft eigenlijk hetzelfde belang waarin je werkt. Wat leer jij van hun? Nou, ik heb nog nooit in een bedrijf gewerkt waar je op maandag begint met een stand-up. Met z'n allen met het hele bedrijf bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat zijn toch dingen die bij de persgroep lastig georganiseerd zijn. Ja. Dat ook gewoon niet gebeuren. Er zit het mooie is, met zo'n klein bedrijf, met mensen die redelijk volwassen zijn, kan je ook gewoon heel erg goed spreken over hoe je dingen organiseert en dingen op een andere manier proberen te doen. En we werken met 2 zelfsturende development teams die echt op een hele andere manier de zaken aanpakken dan hoe ik dat gewend ben uit de meer corporate bedrijven. En dat vind ik super leuk om te zien. Maar de persgroep begon het in België, toch? Bij de persgroep wordt veel ontwikkeld werk in België gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook weer een andere cultuur. Ja, ook super interessant. Daar wordt ook gescrumpt overigens. Oh ja, dus, scrum is overal. Hè? Ja, toch wel. Als je niet scrumpt, dan... Nee. Oké. Okay. Nou ja, het is super interessant. Hè? Waar wil jij over een jaar staan met wat jullie nu aan het doen zijn? Ja, ik zou het heel mooi vinden als we over een jaar kunnen constateren dat het in 2 of 3 landen gelukt is om dat sluiswachterspel goed te spelen. En dat we genoeg aanbod en vraag hebben. En dat we dat goed aan elkaar geconnecteerd hebben. En dat het systeem gaat lopen. Weet je, zodat we vervolgens de volgende stap kunnen gaan zetten en innovatieve features kunnen gaan toevoegen. Dat is voor het komende jaar is dat de grote uitdaging. Ja. En daar zijn we hard mee bezig. Hey, en technologisch, waar zitten de uitdagingen voor jullie? Nou, wat ik wel spannend vind is, wij werken met met Mendix. Dat is een Nederlands ontwikkelplatform wat door stel Rotterdammers bedacht is. En wat eigenlijk uit de hand gelopen is tot iets wat gewoon echt een heel erg serieuze speler geworden is. Oké. Okay. Wat ik leuk vind, is het is eigenlijk een soort rapid prototyping omgeving. Maar het is kwalitatief zo goed dat je er ook gewoon een volwassen applicatie op kan draaien. En het grappige is dat daardoor de tempo van ontwikkeling echt super hoog ligt. Ook vergeleken met wat ik eerder gezien heb. Ja, dat vind ik heel erg mooi om te zien hoe snel we daar extra features en nieuwe ontwikkelingen mee kunnen toevoegen. Tegelijkertijd moeten we zien of dat uiteindelijk over 5 jaar nog steeds houdbaar is. Of dat we dan eens een keer moeten zeggen, goh, we beginnen opnieuw.
En Mendix heet dat, zei je? Mendix, ja. Hoe schrijf ik dat? M-E-N-D-I-X. Oké, nou, dan zoeken we dat op. Nou, super, hartstikke interessant. En nou ja, je weet, we maken hier vervolgverhalen. Dus we hopen TZT van je te horen hoe het jullie vergaan is. Hartstikke bedankt. Veel succes. Yo. Jullie bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zijn we er. Volgende week is Stekel weer van de partij. We danken zoals altijd Streamzilla uit Groningen, die ervoor zorgt dat je live kunt meekijken iedere dinsdagavond weer. Bier & Co. Wat voor biertje heb jij? Ik heb een Floreffe. Lekker traditioneel Belgisch trippeltje. Ja, is die lekker? Ja, prima. Oké, ik zit aan de Penty vandaag. Ook lekker, en je weet, we mogen het zeggen als we het niks vinden. Dat komt ook wel eens voor. Maar deze is goed. Even kijken, we hebben nog meer. Natuurlijk, 2ML, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. Streamzilla heb ik al gehad. Ik ga nu een heel rondje maken. Ja. Freedom Lab moet ik zeggen, natuurlijk. Hier zenden we vanuit uit Amsterdam. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel.